Stichting Rozebel Community Funds, RCF, heeft op vrijdag 4 september medische apparatuur en hulpmiddelen gedoneerd aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. In het persbericht zegt de stichting dat deze gesten met een totale waarde van $113.000 bestemd is voor de COVID-19 bestrijding. De voorzitter van RCF, Sharmila Jadnanansing, merkt op dat de uitbraak van het virus de gezondheidssector in ons land bijna heeft overspoeld. Daarom vindt de stichting het belangrijk om hulp te bieden aan de artsen en zorgmedewerkers die een helpende hand bieden aan COVID-19 patiënten. De donatie aan het AZP bestaat uit een state-of-the-art Philips Premium CX50 echo-apparaat nodig voor het maken van beelden van de longen. Voor diagnostische doeleinden, medische beschermingsmiddelen, als ook een next-gen PCR-machine ten behoeve van de verwerking van de COVID-19 diagnostische test. De algemeen directeur van het AZP, Claudia Maricaridan, gaf aan dat het AZP over de jaren heen een sterke relatie heeft opgebouwd met Rozebel. Zij is daarom overtuigd van de voortzetting van dit partnerschap in de toekomst.